We gaan vooruitblikken op de tweede dag van het wheelchair-toernooi. Esther, sowieso was het al een hele mooie eerste dag, hè? Zeker, ja. Ik heb wel wat leuke partijen gezien. We hadden het gisteren over die Oda, maar die heb ik zien spelen. Ja, toch wel erg onder de indruk. Die voorhand van hem vind ik wel erg indrukwekkend. Hij heeft gewonnen, dus ja, dat is mooi. Ja. Hij heeft wel een zware loting, kunnen we zeggen, voor dag twee. Ja, hij moet tegen de eerstgeplaatste Elfie Hewitt uit Engeland. En ja, dat is niet leuk voor hem. Ik denk wel dat het een hele mooie pot gaat worden. En uiteindelijk denk ik ook, hij is 15. Hij heeft nog een lange weg te gaan. Dus ik denk ook wel voor hem dat dat wel gaaf is om ook tegen Elfie te spelen. Ja, hij moet er tegen spelen. Het had wat later in het seizoen mogen zijn. Wel, hij had wel gemogen, ja. Zullen we het even hebben over Tom Egberink? Ja. Want ja, die moet morgen voor het eerst singelen. Ja. En, helaas niet tegen Scheffers, die heeft vandaag verloren. Ja, dat is een beetje jammer natuurlijk. Michael Scheffers had zich ook al wel meer gericht op die dubbel. Maar ik heb wel goede hoop voor Tom dat hij wellicht ver kan komen in het toernooi. Die heeft in Tokio afgelopen zomer tijdens de Paralympische Spelen echt wel een soort van zelfvertrouwen gehad. En ik kwam hem dus hier tegen en hij zei ook, ja, ik heb wel het gevoel dat ik nu over een soort drempel heen ben. En dat kan me wel verder helpen. Dus wellicht dat Tom, dat Tom echt mooie dingen kan doen. En Tom en Michael die gaan dus morgen aan het einde van de dag ook nog samen dubbelen. Ja, ja, nou ja, dat is, bedoel, zij hebben in Tokio zilver gehaald. Maar dat is echt wel een goed dubbelkoppel. Het is natuurlijk altijd even afwachten hoe lang hun nog een dubbelkoppel gaan zijn. Maar zij willen hier dan toch wel iets moois voor eigen publiek soort van neerzetten. Dus ik denk wel dat dat heel leuk is om hen nog even met z'n tweeën in actie te zien. En misschien nog leuk om als laatste even te spreken over Houdet en Cavazzacci, Fransman tegen de Spanjaard. Ja, en de Fransman is dan toch wel een soort oude rot in het vak. Een van de oudste spelers. Wel een van de meest innovatieve. Dus als je zijn stoel ziet en hoe hij bezig is met de tennissport, dat is echt heel gaaf om te zien. Tegen een van de jonkies, Daniel, Spanjaard. Veel vuur komt daar altijd vanaf. Dus ook heel leuk om te kijken, ja. Het is pas één dag onderweg. Je hebt nog niet eens iedereen kunnen zien spelen. Nee. Is het dan een dag te vroeg voor een voorspelling wie het toernooi gaat winnen? Moet ik er eigenlijk een dagje mee wachten? Ja, wacht daar nog maar een dagje mee. Lafaard, ja. Zeg nou wie er gaat winnen. Nee, wacht ik mee. Hou ik even spannend. Oh, bijna was ik er, hè, jongens. Bijna. Morgen ga ik het loskrijgen. Dank je wel. Dank je wel. Hartstikke leuk.